rustig op vakantie, zonder dat hij daar dagelijks met minimaal 3 tot 10 mensen op de foto moet. Ja, hij is daar een grote beroemdheid. Komt allemaal doordat hij het grootste Tex-Mex talent van het afgelopen jaar is verkozen. En Dwayne, terug in Nederland aan de telefoon. Dwayne, goedenavond. Hallo, goedenavond. En gefeliciteerd, want dat is natuurlijk niet niks. Ja, dankjewel. Ja, klopt. Ja, ja. Dat was te gek. Nou, laten we even een klein stukje naar luisteren, dan krijgen we meteen een beetje een beeld. En dan ben jij ook die man op de trekzak, toch? Ja, dat klopt. Ja, ja, dat ik zit even te luisteren, maar ik klinkt hierdoor. Bestel maar, bestel maar. Ja, dat klopt. Ja, dat is de versie van Ron Hensley. Die hebben dat bestel maar niet gemaakt. Dat klopt. Nee, jij hebt gewoon het origineel even opgenomen. Maar vertel, hoe word je groot in Mexico? Ik heb in 2007 heb ik hier een prijs gewonnen hier in Limburg. En toen ik daarna wat interviewde, en vroegen ze mij van, hé, wat is jouw droom? Ja, ik zeg, mijn droom is om een keer met mijn idool, dat is Flaco Jiménez, dat is een accordeonist uit Texas, om daar een keer mee op het podium te mogen staan. En een man die had Flaco Jiménez toen geboekt hier in Nederland en die heeft dat voor mij geregeld. En van de ding kwam het andere. En ja, toen kwam ik via hem een beetje in de Amerikaanse scene terecht. En ik heb een paar jaar geleden een filmpje gemaakt met mijn gitarist. En dat speelt natuurlijk op die muziek. En dat is daar bekend geworden, Mexico, dat is er meer dan 40.000 keer op Facebook gedeeld, dat is er op de televisie geweest. Ik weet niet welke dingen allemaal ermee zijn gebeurd, maar dat is in ieder geval bekend geworden. En toen op een gegeven moment belden ze mij op van, ja, eigenlijk een van de grootste tv-shows in Mexico, dat is in de hoofdstad Mexico City. Ja. En toen hebben ze mij daarvoor uitgenodigd, dus ja, ik was toen al op, in die tijd was ik toch aan een tour in Amerika. Ik denk, ja, nou, dan kan ik dat gelijk mee. Ja, natuurlijk, ja. Mexico er even bij, het is wel een klein land, ja. Ja, daarom. En dus dat heb ik toen gedaan. En toen is dat balletje een beetje gaan rollen. Ja, ik zei een beetje gekscherend net. Nou ja, als jij op vakantie gaat die kant, dan moet je minimaal 3 tot 10 keer per dag op de foto. Is dat ook echt zo? Ja, in ieder geval dit jaar, ja. Dus de eerste keer naar Mexico gaan. En ja, inderdaad, ik heb daar de nodige optredens gedaan. En inderdaad, ik liep over straat en er was een optreden, volgens mij wel Ricky Martin of zo. Er stonden best wel mensen buiten en jongeren. En die zei op een gegeven moment draait ze mijn show, hey, Dwayne. Ik zeg ja, oh, hablas español, verdad? Zegt ze zo, je spreekt Spaans, hè? Ja. Ik zeg, ja, dat klopt. Oh, dan mag ik op de foto, helemaal blij. En ook in de supermarkt waar ik verschillende keren herkende foto's bij de kassa. En ja, dat was best chic, ja. Laatste vraag. Blijf je in Nederland of ga je verhuizen naar Mexico? Ja, ik weet het niet. Ik heb daar een contract getekend met een promotor in Hollywood. En die gaat mij wat events geven van volgend jaar. En ik weet niet als dat nu echt heel hard zou gaan lopen, dat ik misschien bijvoorbeeld een bepaalde tijd naar Los Angeles zou gaan. Maar ik hoop dat ik zou het mooiste vinden om van beide werelden het beste te zijn. Maar en dan koop je daar gewoon een groot huis erbij. Dat komt wel helemaal goed. Dan heb je gewoon in Limburg een huis en hier in Nederland. Hey Dwayne, we gaan je volgen en hou ons zeker op de hoogte. Want dit gaat nog veel groter worden. Want als je nu al talent bent, nou ja, ik zeg volgend jaar de echte woord. Ja, dankjewel. Ja, ik zal je zeker op de hoogte houden. En leuk interview, dankjewel. Ja, daar, graag gedaan. Jij hebt het allemaal voor elkaar gekregen. Hele fijne avond en bedankt, man. Ja, hartstikke bedankt en ook een fijne avond, hè. Hoi. Hoi. Fons.